Goedemorgen Tina, je hebt, uh, hebt ons wat te vertellen, uh, daarom uh, zit ik hier om, uh, om jouw verhaal uh, aan te horen en uh, het is eigenlijk begonnen dat ik hier voor het eerst in Losser kom en dan uh, raak ik in uh, gesprek, ja, jij vertelt mij zaken over de participatiewet die, uh, die op zich niet nieuw zijn. Uh, als, je, uh, ja, als, je, als, je, als je de verhalen hoort, die, uh, die hoor je over het hele land. Uh, maar goed, uh, ik, 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 ik ben hier net en uh, jij vertelt je verhaal, uh, je krijgt bezoek. En uh, er komt dezelfde soort verhaal op tafel. Uh, wat wat nou, mij dan in ieder geval uh, toch enigszins alarmeert, uh, en uh, wat mij de vraag te stelt: hey, wat, wat is hier nou uh, aan de hand? Als het gaat om de ...toepassing van de participatiewet door de gemeente Losser. Ja. Um, toepassing, participatiewet in de gemeente Losser is uh, nu meerdere keren te horen gekomen... ...dat uh, mensen dus met behoud van uitkering aan het werk worden gezet. Meestal zijn dat in uh, grote bestaande bedrijven... Uh, ...die eigenlijk al rijk genoeg van zichzelf zijn... ...of bij miljonairs, benoem het maar... Uh, daarvoor zetten ze mensen in die dus een uitkering hebben, een bijstandsuitkering. Uh, die mensen moeten dit werk ook um, accepteren van de gemeente. Gaan ze dat weigeren, dan wordt er afgekort of, of eventueel de hele uitkering stopgezet. Uh, voor mij persoonlijk heb ik mijn eigen gedachtengang, die ik uh, door onderzoek heb gedaan richting de participatiewet. Klopt in deze verhalen dus totaal niet zoals gemeentes te werk gaan. dat is niet alleen in Losser, het is bijna in alle gemeentes, het is landelijk. Um, als je kijkt naar, het, uh, naar, de, naar, naar de grondwet, is eigenlijk slavenarbeid is verboden. Dwangarbeid, dus slavenarbeid. Uh, wanneer je dan ziet dat mensen, uh, gemeentes. Um, 2,2 miljoen in het jaar 2014 hebben verdiend al door mensen met een uitkering aan het werk te zetten, dan um, rust bij mij wel een hele grote vraag van waarom uh, kunnen mensen dus um, met behoud van uitkering aan het werk worden gezet met een kleine belofte die voor 80 echt niet uitkomt dat mensen daaraan een, een vaste baan verdienen, maar dat is dus gewoon helemaal niet zo. Um, het is een cirkeltje die gemaakt is van mensen ontslagen binnen een bedrijf. Uh, in de plaats daarvan zetten ze mensen terug die vrijwillig voor een uitkering uh, de werkzaamheden moeten verrichten. Het zijn dan de grote bedrijven. En dan, dan praat ik ook over de bedrijven in de zorg. Uh, daar uh, die bedrijven worden alleen maar groter, groter, groter. Doordat die bedrijven op deze manier gesteund worden. Zeg maar door de gemeente, door die nieuwe wet die er nu is. Uh, kleine bedrijven gaan daar dus aan ten onder. Um, het moet zo zijn, het kan niet anders. Dat een bedrijf en uh, een gemeente daar bezig aan gaan worden. En waar eigenlijk de bijstandsgerechtigden uh, um, als slaaf... Behandeld wordt. En dat is wat er gewoon gebeurt. En dat cirkeltje ja, het is gaat. Over de ruggen van, uh, van de bijstandsgerechtigden, in feite? Zeker over de ruggen van bijstandsgerechtigde, de burgers. Wij burgers gaan allemaal slaaf worden in dit land, in Nederland. En dat zijn dingen waar ik me vreselijk boos over maak. Uh, het is niet wettelijk. Want de grondwet staat altijd boven de gewone wet. In de grondwet staat duidelijk dat slavenarbeid verboden is. Uh, arbeid onder dwang. En wat ze nu doen bij de gemeentes is zeker arbeid onder dwang. Maar als je niet uh, dat die arbeid verricht die hun uh, je toespelen, die je moet doen, dan word je dus gestraft. Dan word je uitkering ingetrokken of geboet of noem maar op. Daardoor krijg je ook weer opnieuw het grote probleem armoede, wat al speelt, uh, steeds groter gaat worden. Mensen komen in de problemen, uh, kunnen dan hun rekeningen niet betalen als de gemeente even drie maanden lang je uitkering stop gaat zetten. Uh, wat moeten mensen dan? Stelen? Nee, dat mag niet. Het staat ook in het wetboek, dat mag niet. Uh, de gemeente steelt wel van de burger. Eigenlijk mag dat ook niet, want dat staat ook in het wetboek. Het is eigenlijk precies hetzelfde. Want de mensen die daar in de gemeente werken, zijn eigenlijk burger, net als wij. Um, gaan ze ook niet um, op, op een de stoel zitten? Van uh, bijvoorbeeld het UWV of uh, instanties die uh, mensen vanuit een uitkeringssituatie of vanuit de WW uh, ook aan een baan uh, proberen te helpen. Of de mensen zelf hè, die, uh, die werkloos zijn dus natuurlijk veel werkloosheid uh, in het land die neemt alleen maar toe. Um, de banen die dus, uh, die dus uh, worden ingevuld door uh, bijstandsgerechtigden, zijn feitelijk ook banen die kunnen worden uh, ingevuld door, door mensen die zelf op zoek zijn naar werk. Um, kun je dan in plaats van werkverschaffing niet spreken over werkverdringing? Ja, dat is het zeker, werkverdringing. Want um, als je dan um, gaat kijken naar het, mensen, mensen met een goede baan, vaste baan en contract worden ontslagen. Zogenaamd geen werk meer. Maar daarvoor zetten ze vrijwilligers terug. Dus die dus worden ingevuld inderdaad met mensen precies. die in de bijstand zitten. Ja, dus het is gewoon ook werkverdringing. Ze gaan dus op beide kanten gewoon fout. Het is en werkverdringing. Plus dat het slavenarbeid is wat er verricht wordt. Wil niet zeggen dat ik vind dat mensen met een uitkering geen donder hoeven te doen. Daar gaat het niet om, maar het gaat mij om het cirkeltje. De WW-uitkeringen. Uh, het recht op de duur van de WW wordt dus al verkort, hè? Ja, dat is natuurlijk, hoort natuurlijk bij dat cirkeltje. Want die mensen komen sneller dan in de bijstand terecht. Dus hebben ze weer meer vrijwilligers. Ja, zeker. Die... Ik hoor verhalen van mensen die net, net in een bijstandsuitkering terechtkomen. of in een, in een uh, WW-uitkering. Net uh, dus na een ontslag. En, en diezelfde week feitelijk al uh, worden ingezet uh, op dat soort uh, baantjes. Um, in Stadskanaal uh, was zoiets, uh, zoiets aan de hand. Um, nou, we kennen allemaal ook wel uh, het, het voorbeeld van de, van de moeder van Fran, uh, lange Frans. Ja. Um, ja, dat heeft ook uh, te maken met, met een, met een, met een um, ja, participatiewet te maken, een, 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 een eikenstukje onbehoorlijk bestuur zou je kunnen zeggen uh, en een machtsmisbruik. Uh, wat, um, he, wat, dus een, een, een doorvoering van regelgeving. Die, die mensen eigenlijk helemaal niet verder helpt. Om, hè, om uit hun situatie te komen. maar ze eigenlijk min of meer. erin houdt. en eigenlijk nog uh, verder. De, uh, de, de, de goot inwerkt. in wezen. Ja, ik zeg het maar even ongenuanceerd. maar. Um, ja, ik. wat. Wat ik hoor om me heen, dat, dat uh, treft mij niet direct, maar het maakt mij, mij, mij zelfs een beetje boos. Laat staan dat je daar zelf in die situatie terechtkomt. Wat ik me dan afvraag: um, moeten die bedrijven nou betalen voor het geleverde werk via de participatiewet, bij, uh, via, bijstandsgerechtigden uh, die, participatie, uh, wet, bijstandsgerechtigde die uh, te werk worden gesteld door de gemeente? Um, of verdient de gemeente daaraan? Een van de twee verdient daaraan. Of uh, wat yep. Uiteindelijk, um, dit, dat is even lekker eigenlijk. Ja, zeker. Nou, ik denk uh, beide kanten. Ik kan dat nog niet bewijzen. Ik ben ermee uh, aan het onderzoeken. Maar ik denk dat beide kanten eraan verdienen. Want anders doe je het niet. Bedrijven hebben er baat bij om groot te blijven... en niet ten onder te gaan in deze tijd. Uh, de gemeente heeft er natuurlijk baat bij... met alle schulden die ze hebben... Uh, dat er gewoon geld gaat binnenkomen. En ik denk op die manier worden eigenlijk... De machtigen, laat ik ze zo noemen, worden hier uh, door elkaar gesteund. Waardoor de burger gewoon over een tijdje finaal ten onder gaat. En dat is wat mensen, denk ik, niet genoeg zien: uh, dat het gewoon een, 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 een cirkeltje is waarin je straks uh, alleen nog uh, heel veel macht hebt. En waar zeg maar de minima, de slaaf robot, pierootje, zeg maar, uh, van Nederland wordt. Ja, dat nee, is ik... nu al gaande, hè? En dat gaat alleen maar erger worden. En ja. um, uh, ik wil dat onderzocht hebben totdat wij duidelijk en uh, met duizend procent zekerheid weten uh, dat dit hier aan de hand is en uh, dat uh, de, de rechten van de mens eigenlijk op dit moment zwaar beschadigd zijn. Ja, ik denk dan bijvoorbeeld aan de verontwaardiging die, uh, die, de, die destijds uh, onder, onder veel Nederlanders uh, werd gehoord over uh, Polen en, en, en buitenlandse uh, werknemers, uh, gasarbeiders, die, uh, die de banen zouden inpikken van, uh, nou, van, van, uh, van Nederlanders omdat dat goedkopere krachten waren. Maar ik denk uh, met, met deze nieuwe participatie, participatiewet dat. Uh, nou, dat, dat uh, dat polen op dit moment misschien veel duurder zijn dan uh, uh, het inschakelen van, van uh, de gemeente. Ja, dat zeker weten. weet uh, dat, uh, ja, dat is eigenlijk... Dat is goede handel. Ja, dat is zeker goede handel. Een beetje VOC-mentaliteit, zullen we ja, zeggen. Ja, zo kun je het ongeveer bekijken. Dat is, een, uh, is, is dat is dan karma uh, van, van een paar eeuwen terug? Uh, uh, dat het, uh, tijdens de VOC uh, slaven werden ingezet uh, van overzee. En uh, nu... Uh, Probeer ze het maar gewoon uh, binnen de grenzen. Ja, ik denk dat je het zo kunt stellen. Dat denk ik niet. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dat het gewoon zo gebeurt en dat mensen nog niet genoeg zien. Uh, mensen slapen nog. Die denken allemaal nog van: Ah, het valt allemaal wel mee. Maar als je kijkt naar de hele grote groep mensen die daarmee te maken hebben, dan zie je dus feitelijk uh, dat de burger op deze manier zo beschadigd wordt en als Echt, ik zeg het echt nog een keer, als slaaf gebruikt wordt in eigen land. Zeg... dat lost ook niks op, want ondertussen zien wij de werkloosheid iedere dag uh, toenemen onder de bevolking, de beroepsbevolking. Ja, dat klopt, want er worden ook steeds meer mensen ontslagen. Dus um, het blijft een cirkeltje waar je rond blijft draaien, waar de machtigen ja. alleen maar uh, 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 nog machtiger worden en ook zichzelf um, zo laten zien: van ik ben hier de machtige en je kunt het doen zoals ik zeg. En dat is ook wat in de gemeente Lasse dus gewoon gebeurt: je hebt dit maar gewoon te doen. Doe je dat niet, dan gaan we je korten. Doe je dan nog niet wat wij zeggen, trekken we je uitkering in. Dat een gezin um, op die manier in een... Problemen komen, dan hebben hun geen boodschap aan, maar dan zeggen ze gewoon: dat doe je zelf omdat jij niet naar ons luistert. Chantage. Het is puur chantage. Dat is wat er hier in Lossen, wat ik nu zelf dus meemaak, wat hier gewoon gebeurt. En ik wil daar toch mensen mee wakker krijgen dat ze hun ogen echt iets verder los moeten gaan doen. Want het is niet alleen Lossen, maar Nederland gaat gewoon, is al gedeeltelijk naar de kloten en gaat werkelijk helemaal naar de kloten. Terreur vanuit de overheid? Ja, zeker weten. Ja. Dat is echt terreur vanuit de overheid. En ook daar zullen weer mensen boven staan die zich opdragen. Maar dan blijf ik nog zeggen: in de grondwet staat het anders. En er is gewoon niemand die zich daar feitelijk aan houdt. Um, zou het uh, van nut kunnen zijn om uh, met, uh, zich te beroepen op de UVRM, uh, de Universele Rechten van de Mens, uh, in, een, in een zaak om uh, vanuit, nou ja, ik noem maar wat, een volksbond of zo. Um, een zaak aan te spannen tegen deze praktijken? Uh, dat zou zeker helpen. Als mensen um, um, wijs en verstandig zijn en inzien wat er hier nu aan de hand is, zou het zeker helpen om zeg maar, de handen in elkaar te slaan en met z'n allen een aanklacht indienen tegen de staat. Uh, bedenk maar iets, maar dit moet gewoon stappen. Dit kan niet doorgaan zo. Dit gaat alleen maar erger worden. En dat zie je overal in terug. Dat zie je ook terug En de macht die de politie op het moment heeft. En vele dingen. Dat zijn gewoon dingen waar ik mensen voor wil waarschuwen. Dat ze echt eens goed moeten nadenken. Ja. In feite kunnen we dan concluderen dat, dat ons grondrecht niet iets vanzelfsprekend is. Maar dat uh, dat, dat iets is wat je ten alle tijden uh, ook, ook verdedigt. En, um, en, en uh, ook de, als, als de instanties of de overheid zich er niet aan houdt, ze er wel aan herinnert, um, dat kan via de rechtsgang. Ja. Um, is dat de enige manier, denk je? Uh, nee, dat denk ik niet. We kunnen het ook op een nadere manier gaan spelen. Maar ik denk dat ik dat beter niet kan gaan uiten op dit moment. Dan denk ik op, op die volksbond die ik zojuist al even noemde. Die uh, dus ook, uh, zich ook inzet uh, op, op meerdere, uh, meerdere fronten. Om, uh, om, om mensen die uh, eigenlijk slachtoffer zijn van het systeem. Of, of die uh, tussen wal en schip raken daardoor. Um, om die te helpen. Uh, toch? Ja, dat klopt. Wij, uh, uh, er is een bond waar, uh, van Break the System. Uh, daar hebben meerdere groepen, zijn al lid van die bond, waaronder Solvability, uh, wil nu. Uh, ik weet ze niet allemaal precies uit, maar het zijn er al een heleboel. Via Change. Via Change, inderdaad, die is ook uh, aangesloten bij de bond. Dus we zijn al met een aantal groepen. Uh, ...die daar aangesloten zijn, uh, druk bezig. Mia ja, Changes uh, heeft zich ook uh, vorig jaar al hard gemaakt hè, voor, uh, voor deze kwestie. Dat toen in Rotterdam speelde, zijn undercover cover gegaan daar. Hebben uh, van, het, uh, van, van, van de montage uh, het filmpje uh, als, als resultaat hebben zij um, voorgelegd aan uh, minister Jetta, uh, of, uh, staatssecretaris Jetta Kleinsma. Uh, waar tot op heden uh, nog altijd niet uh, op is gereageerd, althans niet inhoudelijk uh, door haar. Uh, uh, Zolang speelt deze kwestie al. Uh, ondertussen zien we ook dat het over het hele land inmiddels uh, dit soort praktijken spelen. Er is veel verontwaardiging. Maar vanuit de overheid is er eigenlijk nogal heel weinig uh, respons. Uh, en, 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 en geen indicatie dat ze de dwaling uh, van, van, van nou ja, de uitvoering, in ieder geval van die participatiewet, niet inzien, toch eigenlijk kunnen we concluderen wel? Um, nou. Maar laten nee. we niet, geen conclusies trekken. Maar in ieder geval, dat is, dat is wel uh, het, 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 het gevoel wat je, er, uh, wat je erbij krijgt. Althans, ik vertaal nu mijn gevoel. Um, en, uh, nou goed, uh, dat, dat uh, bij deze. Zolang de overheid dus gewoon niet luistert naar de burger... kom je bijna geen stap verder. Vandaar dat wij ook dus de bond hebben... en met al die groepen samengaan. Uh, als je kijkt alleen al naar breedte System... die heeft al meer dan 160.000 volgers. Dat is een van de grootste. Al die andere groepen uh, sluiten zich de, daarbij aan. Samen kunnen wij dan tot een... Paar miljoen mensen komen, laat het zo zeggen. Uh, wat Jetta betreft, die kan ook geen antwoord geven, want die is ontzettend druk met het uh, invullen van haar moestuintjes natuurlijk. En uh, daar heeft ze denk ik een dagtaak aan. Uh, wij als burger zullen er voor elkaar moeten zijn, uh, samen met het volk, voor het volk. Samen zullen wij uh, voor onze eigen rechten moeten vechten. Ja, Terwijl want... Jetta in feite haar komkommers oppoetst uh, in de keuken, ja. um, is er in in de tussentijd een grote achterban aan het ontstaan... Ja. Um, van mensen die uit onvrede um, zich verenigen. Uh, wat denk ik een gevolg is van het feit... dat, um, dat wij als volk um, in, in, inmiddels in dienst staan van de overheid... in plaats van andersom. Ja. Uh, dat is een, een, een kromme verhouding... En, uh, nou, blijkbaar blijkt de politiek zich daar volgens nog niet aan te storen, althans niet zichtbaar. Uh, en, uh, ja, wat, wat moet je dan? Als, uh... Kijk, dat ze zich er niet aan storen, kijk, het is duidelijk wel zichtbaar. Er is duidelijk uh, een, een tweedeling in Nederland, is er zeer duidelijk. De politiek... Weet het best. Ze doen er niks mee, want hun horen tot de machtigen. Hun horen uh, tot de rijken. En dat is wat er, wat, wat er dus eigenlijk echt aan de hand is: dat de rijken worden rijken, uh, krijgen steeds meer macht. De armen worden armen, worden dus weggedrukt in een hoek. Die mensen, die arme groep, die zal nooit verder komen. Die komt niet meer verder dan dat het nu is door deze participatie participatiewet die er nu is, zullen die mensen dus nergens meer komen. Omdat ze het gevoel hebben, ze kunnen daar niet tegen vechten. Maar dan wil ik ze wel duidelijk zeggen dat het degelijk wel kan. En dat we met z'n allen de handen in één moeten slaan. En met z'n allen voor de mensenrechten op moeten komen. En ons niet uh, weglaten drijven, zorgen voor vergrijzing en noem het maar op. Want dat is wat allemaal gaat gebeuren. Ja, verdeling ook. Een zware verdeling. Ja, die is er al. Die is al uh, heel, heel, heel erg aanwezig. En dat is wat de politiek ook wil. Dat is wat ze willen. Waarom, waarom zou ze dat willen eigenlijk, denk je? Dat kun je toch wel zien in alles wat er de laatste jaren in Nederland gebeurt. Dat ze dat willen. Dat de groten alleen maar groter worden. de mensen met macht alleen maar meer macht krijgen. En dat uh, uh, de minia, Ja, laat ik het zo stellen. Ja, wat, wat voor doel zou dat dan dienen? Volgens mij... Uh, uh, wat, wat schiet ze wat schiet daarmee op? Nou, ik denk gewoon dat ze, de, dat ze eigenlijk van een deel van de bevolking af willen. En dat denk ik, omdat ja. uh, dat ook ja. veel gezegd wordt, en er gaan geruchten over. Uh, als ik kijk naar de ouderenzorg dat ze echt van die oudjes af willen... en als ik kijk wat, het, wat ze die mensen aandoet... waar zelf al door een oude uh, zelfmoord is gepleegd. En uh, sinds je ziet dat ze met deze dingen bij zijn... dat er ook uh, steeds meer zelfmoorden worden gepleegd... dat mensen gewoon waanzinnig gek gedreven worden... door uh, de nieuwe wetten, de regering die dus nu uh, regeert. Inderdaad wel een, een enorme toename... van het aantal zelfmoorden van de afgelopen jaren. Er is er heel weinig aandacht voor... Overigens in, in, ja. de, in de media. Um, ja, ja. Media wordt eigenlijk ook een beetje monddood gemaakt hè? die mogen ook uh, tot zover uitzenden en verder niet. Nee, dat is gewoon waar. De media houdt heel veel dingen achter. Ik hoop niet dat jij dat doet uh, met wat ik hier nu allemaal vertel en dat je het ook netjes uit, uh, uit gaat brengen. Ik kan niks beloven. Uh, ik zou het toch doen. Uh, maar dan denk ik toch dat uh, uh, dat, dat een, de, de opzet is, zeg maar. Uh. Mens, mensen worden al uh, geestelijk kapot gemaakt. Mensen worden al kapot gemaakt door armoede. Mensen worden uh, tot waanzin gedreven, plegen daarom zelfmoord. Springen voor de trein. Wat behoorlijke trauma's heeft uh, voor de mensen die dat hebben moeten zien en mee hebben moeten maken en noem maar op. En, en ik leg dierbarum. daar echt duidelijk de schuld, dat meen ik echt. En ik weet niet of ik mag beschuldigen, maar ik doe het wel. Ik leg hier de schuld werkelijk bij de regering. En ik kan daar ook echt niks anders van maken, dat die uh, de oorzaak zijn van alle ellende die er op het moment in Nederland is. Als ik kijk uh, hoeveel armoede er is in Nederland, als ik dan kijk dat mensen die dus helemaal niks, echt niks hebben, uh, nog niet eens een uitkering aan kunnen vragen, terwijl iedere Nederlander. En iedereen die in Nederland dan verblijft of hier komt wonen, recht heeft op uh, bad, bed, brood, huisvesting. En, uh, dat is toch ook niet meer dan redelijk? Niet meer dan menselijk, toch? Inderdaad, dat, dat is menselijk en zo hoort het ook. En, maar als je datzelfde geld wordt afgenomen omdat jij niet doet wat. Uh, Machtigen, nou, ondertussen, machtigen. ondertussen is het inderdaad wel zo, en dat, uh, hè, dat is heel frank, uh, dat, dat hier mensen uh, soms dakloos raken. Omdat nou, uh, ze, ze, ze ze raken aan geval door dat een onderneming uh, mislukt met uh, hele grote schuldenlast. Of uh, dat, dat, dat ze gewoon vanuit het verliezen van een baan in de problemen komen. Uh, spanningen, scheiding, een uh, van de twee staat op straat. En dan vervolgens ook helemaal nergens meer terecht kan. Dat klopt. Uh, heel toevallig hebben we, uh, uh, het heeft volgens mij ook al in de krant gestaan, ik weet het niet, ik zal geen naam noemen van het gezin. Uh, die mevrouw, die heeft uh, een hersenbloeding gehad. Um, is daar tussenin, is haar woning nog eens een keer uitgezet, ze heeft geen geld meer. Mevrouw is al een aantal maanden dakloos, gaat naar de gemeente voor een uitkering. Ze wordt geweigerd op een uitkering omdat ze dus geen adres heeft en een postadres mag niet. En verwijzen deze dame met twee kinderen rustig naar een zwerversuitkering. En dan denk ik, wat, waar leven wij? In welk land leven wij? Zetten wij mensen... Gewoon Nederlanders, op straat, met twee kinderen, met een zieke moeder. Die dus inmiddels twee keer een infarct heeft gehad. Uh, eigenlijk ook nog hulpbehoevend is. Omdat ze nog niet uh, totaal door haar uh, hersenbloeding functioneert. Niet alles uh, naar behoren. Dus deze mevrouw zou eigenlijk geestelijke uh, zorg moeten hebben. Ze zou uh, lichamelijk zorg moeten hebben. Ze zou een inkomen moeten hebben. Ze zou een dak boven haar hoofd moeten hebben. Ja, we zijn toch een verzorgingsstaat? ja wordt gezegd we zijn ook een, uh, een of is dat is dat een gedateerde dat ook... gedateerde term misschien ja, 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 als je allemaal, toch nou, ik denk dan tien jaar terug en uh, ik kijk dan weer naar naar het heden en dan ja herken ik eigenlijk inderdaad niet meer het 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 Nederland van toen nee, dat klopt ik heb uh, dat zelf ik ben dan nog niet zo heel oud maar toch merk ik heel veel verschillen en uh, want dat is even een grapje tussendoor. En toch merk ik heel veel verschillen. En dat zelfs ik, uh, ik knok keihard te tegen deze dingen natuurlijk, omdat het gewoon onmenselijk is. En dat zelfs ik soms denk: waar leef ik eigenlijk nog voor? Waar doe ik het allemaal voor? Dat, dat is ook iets wat, uh, wat ik veel ervaar om me heen. En uh, nou, ik speel zelf ook wel eens met het idee van: goh, uh, het. Het leven, de kwaliteit van het leven um, is, is zo ondermijnd door allerlei um, nou, regelgeving. Uh, met met um, een bepaalde ja, er is geen Nederlandse term voor, maar het is austerity. En het hoor je, je hoort dat veel ook in het buitenland, vanuit Engeland, in Griekenland. Um, he, want het speelt natuurlijk niet alleen in Nederland. Het, er zit ook een, pat een, een, een patroon in wat he, natuurlijk misschien crisisgerelateerd is. Um, maar ja, goed, daar gaan we dan nu even niet over uitweiden. Want er is natuurlijk ook heel, heel veel over te zeggen. Um, he, je kan ook uitkomen bij een schuldvraag, maar misschien moeten we dat ook helemaal niet doen. Um, uh, liever kijk ik altijd naar, naar oplossingen. Maar als ik dan kijk naar um, hoe de overheid. Omgaat met problemen, um, dan zie ik inderdaad heel weinig oplossingsgerichte uh, maatregelen. Um, echter alleen maar maatregelen om, om mensen het, het, het leven eigenlijk zuur te maken. Um, nou ja. Het, ik blijf mij. Ik, 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 ik heb je de vraag eerder al gesteld. Dus ja, nou, het lijkt wel alsof ze we van ons af willen. Ja. Het is ook zo dat, dat buiten het feit, omdat dat steeds meer mensen uh, het leven gewoon niet meer zien zitten en zichzelf van het leven beroven, um, dat ook um, aan de andere kant uh, steeds minder. Uh, dat je ook een, een daling ziet in, t, in het geboortecijfer. Uh, hè, daar. Wellicht omdat mensen denken van ja, ik zo in deze situatie wil ik geen kinderen op de wereld zetten. Klap, ik, 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 ik. Uh, maar dat betekent misschien ook dat ze, dat ze de toekomst zonder inzien. Wat moet er nou gebeuren? Uh, en laten we dan niet naar de overheid kijken voor de, of de politiek voor de oplossing. Maar vanuit, uh, vanuit de bevolking, vanuit de, de samenleving zelf, de onderkant van de samenleving. Om, um, nou, om nou aan te geven: de maat is vol. Wij nemen ons, ons recht op een goed leven. Ja, als, omdat we hier als, als, als mens zijn geboren. zonder enige vorm van contract aan te zijn gegaan. Waaruit blijkt dat, dat we een, 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 toch ons, ons als horigen moeten, uh, moeten gaan uh, schikken mm -hmm. naar de, de gillen. Van een, een overheid uh, die sowieso al veel te duur is voor wat je ervoor terugkrijgt. Ja. Wat? Nou, die is sowieso al veel te duur, want je krijgt er helemaal geen donder voor terug. Uh, je mag um, uh, zorgen of je moet blij zijn dat je nog te eten hebt. Uh, de zorg wordt van alle kanten, echt van alle kanten, de kop ingedrukt. In en dat vind ik gewoon te asociaal voor woorden. Ik zeg het heel cru en brutaal, maar ik vind het gewoon onmenselijk worden. Um, wat het volk eigenlijk moet gaan doen, is um, niet achter elkaar gaan staan, voor elkaar, naast elkaar gaan staan. En gewoon nou laten we maar een Volksopstand komen. Ik denk dat dat werkelijk het enigste is wat Nederland nog een beetje kan redden. En daar houdt het voor mij op. En als dat niet gaat gebeuren, weet ik ook niet hoe het verder moet. Maar dan vind ik het ook goed. Nou, laten we hopen dat dat niet nodig zal zijn. Dat, uh, dat, dat binnen een volksbond, hè, want uh, je hebt natuurlijk allerlei bonden. Ja. Maar uh, voor het volk uh, zou, het, zou het mooi zijn inderdaad, als daar zo'n bond voor zou zijn. Dus gewoon voor, voor het algemeen. Ja. Die opkomt voor de belangen van, van iedereen. Um, de, de burgerbevolking die duidelijk in de kou staat uh, en, en feitelijk gewoon geen, 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 geen voorvechter meer heeft de volksvertegenwoordiging zoals die dan zo mooi heet is geen volksvertegenwoordiging meer um, dus daar, daar is een gat gevallen ja. nou goed, die, die volksbond die springt daarin en wellicht dat uh, door toch in gesprek te gaan met alle partijen, waaronder ook de politiek dat, um, dat vanuit een, een gesprek eerst kan worden gekeken, of, um, of de over, hè, vanuit, vanuit de overheid. En, en dat zijn ook de ambtenaren binnen de gemeentes, die, hè, die, die vanuit de hoge echelons uh, regelgeving uitvoeren, ook eens um, heel erg gaan nadenken um, waar, ze waar ze mee bezig zijn. Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat niet verkeerd is en dat het heel goed zou zijn om te doen. Ja. Um... Goed om ze ook uh, uit te nodigen. Dus contact te zoeken met, uh, nou, met, met, met de Volksbond. Uh, misschien is het aardig om, om, om daar een, 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 in ieder geval een contactadres of zo uh, of iets dergelijks uh, in de video uh, te melden. Um, want uh, ja, zo kan het niet langer, denk ik. Nee. Ik denk dat de meeste mensen zitten echt, echt aan hun taks. En, um, nou, dat uh, het, nou, is gewoon een keer klaar, denk ik. Um, dat het misschien een idee is uh, dat de bond um, um, alle gemeentes binnen Nederland uh, een brief gaat sturen. Een brief die um, afkomstig is van het volk, waarin uh, de gemeentes samen uh, met de bond en... en uh, uh, betrokkene groepen uh, die aangesloten zijn bij die bond, om met deze mensen eens in gesprek te gaan. Ik denk dat je daar een klein begin hebt en dat uh, die mensen uh, bij de gemeente zich dan eens als mens moeten gaan gedragen. Ja. Van mens tot mens. Ja, van mens tot mens. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Tien. Geen dank, graag gedaan.